Humphrey Dundas, woordvoerder van vicepresident Ronnie Brunswijk, zegt dat er geen breuk op komst is in de coalitie. Hij sprak journalisten vandaag voor aanvang van de wekelijkse ministerraad. Gisteren zei ABOP-parlementariër Obed Kanapé dat de ABOP-fractie voortaan onafhankelijk zal functioneren in het parlement. Dundas zegt dat zaken verder uitgelegd zullen worden. En de ABOP is een onafhankelijke partij. En als de partij vindt dus dat zij hun standpunten nu zelf naar voren moeten brengen, dan is het dan des partij. En dat moeten we met z'n allen respecteren. Maar we hebben de vicepresident/voorzitter van de ABOP gehoord die zegt het is verkeerd gebruikt. Dus wat is het nou? Het zou best kunnen. Ik weet niet wat de vicepresident precies heeft aangegeven. Misschien kunt u dat verduidelijken. Misschien is het signaal verkeerd overgekomen. Dus dat zou kunnen. Maar nogmaals, het is een onafhankelijke partij. We zijn samen met Partijen de verkiezingen ingegaan. Die zijn onze partner en op basis daarvan zeggen we van dat we een aparte fractie gaan vormen. Dundas zegt dat er eerder reeds aparte fracties waren in DNA. Dat de ABOP nu een onafhankelijke fractie vormt is een heel normale zaak. Er is geen scheuring, er is ook geen doegoe zoals we die kennen. Er is altijd, en ik zeg het nogmaals en ik ga het blijven benadrukken, in een relatie zijn er altijd uitdagingen. En die uitdagingen moeten we zien te overbruggen. En ook zo ook in de relatie coalitie zijn er uitdagingen en die uitdagingen moeten we overbruggen. Dundas merkt op dat dit niet betekent dat partijen niet door één deur kunnen. Als er ruis is, zullen zaken rechtgetrokken moeten worden.